Hallo, my name is Joe. Vandaag duiken we vrij letterlijk zelfs, kijk maar, wow, in wat wellicht toch een van de meest lang verwachte spellen is van het jaar en zeker van het voorjaar, Batman Arkham Knight. Het laatste deel in het drie luik, als je Arkham Origins niet mee rekent, want we hebben het dus over de hoofdgames van Rocksteady, en dat zijn dus Arkham Asylum, Arkham City en dan als derde dus Arkham Knight, waar we dus in Gotham City zelf moeten de boel nu beginnen opkuisen, want de Joker is dus, spoiler alert, gecremeerd. Hij is dus, wie de vorige game heeft gespeeld, uiteindelijk dus eronder gegaan aan de handen van Batman. En Scarecrow beslist dus van nu de macht in handen te nemen samen met de andere bad guys. En ze proberen dus nog een laatste keer alles uit de kast te halen om de Bat neer te halen. Ik ben een beetje random aan het rondslingeren. Het zijn mechanics die al eigenlijk lang bekend zijn met de fans van de serie, van de reeks toch. Het is allemaal, kijk, je ziet het, vrij standaard. Of toch, het voelt heel bekend aan allemaal. Duiken ook, maar er zit iets nieuws natuurlijk in. Hè. Wie natuurlijk de beelden heeft gezien, weet dat er een Batmobile in zit. Die gaan we zo dadelijk ook oproepen. Even misschien ook nog kort... Wacht. Misschien even eerst heel kort nog... Ik zal eerst op het gemak afdalen, zo dus. Dus aanhalingstekens op het gemak. Ik zal even de kaart erbij halen. Zie zo. En dan zien we hier dus duidelijk de speelwereld die hier dus te verkennen valt. Dus dit is Gotham eigenlijk. En dat is het makkelijkste eiland waar we beginnen. Dan gaan we over naar hier. En hier natuurlijk zit... Dit is het moeilijkste eiland. En daar kan je pas echt ook naartoe gaan naar gelang je de story missions doet. En je ook sterker wordt, want er zijn dus ook... Secondje... Ik word al direct belaagd door bad guys, was dat toch allemaal? Je kan hier dus met de XP die je verdient, met punten, jezelf ook upgraden op quasi elk niveau. De Batmobile ook zelfs, die niet zomaar als vervoermiddel dient. Ongelooflijk jongens, ik kan niet meer spreken zelfs. Maar ook echt als gadget fungeert, dus in de game, om puzzels op te lossen. Ik weet niet of we daartoe gaan geraken. Ik ga nu... ik zal ze even al snel neerhalen. Kijk, je ziet hier ook weer opnieuw de typische gameplay eigenlijk. Van... uit de vorige games. Heel vloeiend, heel intuïtief. Wordt heel duidelijk aangegeven van... Kijk, hier moet je blokken. Hier moet je counteren. Kan ook heel makkelijk. Ja. Daar laat ik me soms nog door vangen. Mijn excuses daarvoor. Maar dan lossen we op. Het is afgelopen. We zullen hem eens oproepen. De Batmobile. Het nieuwe speeltje van Batman. Ik moet trouwens ook eens op de vering letten van achter de hydraulics van de Batmobile. Het is prachtig gedaan allemaal. Regeneffecten. Dit is echt wel... Voor zover ik nu al ondervonden heb, is dit wel de definitieve Batman experience. De definitieve Batman-ervaring eigenlijk toekoer gewoon, op interactief vlak, ooit. Dit is gewoon echt wel alles wat ze eigenlijk bij Rocksteady geleerd hebben over hun ervaringen met maken van de vorige Batman-games. En dat hebben ze allemaal gegoten en verfijnd en zelfs zo goed als geperfectioneerd, zeg maar, voor deze Batman Arkham Knight te maken. Je kan ook heel makkelijk trouwens op deze manier terug de lucht in schieten. Secondje, maar eerst voor... Misschien toch... Ziezo... wat meer ruimte hebben. En... Kijk, dat is prachtig, hè, jongens. En dan zo gewoon terug de nacht in vliegen. Schitterend gedaan. Er zit natuurlijk dus ook... Het is een open world game, dus er zitten weer een hoop sidequests in naast de main quest. Daar zal ik ook even heel rap naartoe gaan. We hebben belangen niet genoeg tijd om alles te tonen. En eerlijk gezegd wil ik ook niet alles tonen. Want dan zou ik veel te veel spoilen. Ik zal even terug hierin gaan. Nee, wacht, sorry. Het is, links heb je de challenges, waarvan deze dus al dan niet tijdelijk exclusief voor PlayStation zijn. De Scarecrow Nightmare missies. Training enzovoort, yada yada. Het zijn allemaal uitdagingen. Dit zijn de missies. Ik ga dat bovenste uitroepteken niet kiezen, want dat is dus de story mode. En daar zal een dikke spoiler al te zien zijn voor wie de game nog niet gespeeld heeft, op zijn minst. Maar hier zie je dus, voilà, het overzicht van
hoeveel ik intussen hier al gedaan heb. Dat is nog 13,9%. Bitter weinig, want je ziet ook dat er sommige luiken nog niet ontdekt zijn, zoals dit hier, dat hier tussen. En ja, ik durf niet te ver naar boven gaan, want dan ga ik anders spoilers tonen. Maar je hebt dus de Riddler raadseltjes, zoals er altijd wil zijn. Dit is ook iets nieuw, denk ik. The Perfect Crime, daar ben ik mee bezig. Dan heb je nog mijnen die moeten ontmijnd worden. Maar wat we gaan doen is dit. We gaan een brandweerman redden, waar hij ook mogen zijn. We gaan hem even opzoeken. Yes, daar gaan we naartoe gaan. We gaan die proberen te zoeken, die mensen. Ik kan ook heel makkelijk van op deze manier terug de Batmobile induiken. Hè. Er gewoon op L1 te drukken. Prachtig gedaan, ongelooflijk. Dus echt wel... Het voelt echt gewoon goed aan, op een of andere manier. Maar de Batmobile fungeert dus natuurlijk, ik heb het al gezegd, niet alleen als vervoersmiddel en ook zeker niet alleen als... Als gadget, maar ook eigenlijk als, voor in de combat kan je hem in een tank veranderen en dan op die manier dus vijanden beginnen uitschakelen. Nu, ik ga niet beginnen schieten, want dan ga ik mezelf volledig hier verraden, want ja, jullie zien hier ook, of jullie horen het eerder, liever gezegd, dat ze dus daarboven een van die brandweermannen eigenlijk gevangen houden. Dus ja, we gaan trachten van die neer te halen. Daar zitten ze. Kijk. En die Fear Multi-Takedown, die is nieuw, denk ik. Die ken ik alleszins niet. Toch niet uit de vorige games. Dat moet nieuw zijn. Die kan je ook uitbreiden, want je kan dus daardoor eigenlijk in slow motion een heleboel vijanden in één keer neerhalen. En ik denk dat 5 de maximum is. Ik zit op 4 en je start met 3. Dus ik heb al wat punten gestoken in die perk. Je kan blijven luisteren. Ik moet er ook wel even heel kort bij vermelden. Naast Scarecrow heb je ook nog Two-Face in zitten. De Penguin, Poison Ivy, Catwoman zit er in, de Riddler. Dus heel veel iconische bad guys. En als je de Season Pass koopt, zullen er nog een hoop bij komen. Maar er zijn nog geen details over bekend op dit moment. Dus voilà, dat wil ik er nog even wel aan toevoegen. Ik stel voor dat we gewoon beginnen, jongens. Het heeft lang genoeg geduurd. Up, 1, 2, 3 en 4. En die vijfde die halen we dan zelf zo neer gewoon. Hup. Kijk eens aan hoe snel. En afhankelijk van hoe goed jij het doet, krijg je ook meer XP. Je ziet er ook Perfect Free Flow. No hit, elk 125 XP. Dus dat is wel prachtig. Voilà, we gaan die mensen redden. Ziezo, en zo zijn er dus wel een hoop te redden op de drie eilanden tezamen. Even luisteren, want dit heb ik zelf ook nog niet gezien. I won't give up. I'll find your crew. Wait here. An officer will come and take you to DCPD. Yes. Je kan ook naar het police department gaan. Dat ga ik ook nu niet doen, want daar gaan we te veel tijd mee verliezen. Maar dat is een soort van hub, zeg maar, naast de clock tower. Want de clock tower dient een beetje als geïmproviseerde Batcave in deze game, in deze laatste game, voor zover bekend is, nogmaals. We gaan eens kijken nog. Of we nog een missie kunnen vinden. We kunnen voor nog een fireman gaan, maar... Ik stel voor dat we proberen van misschien een raadseltje te zoeken of op te lossen. Of gaan we toch maar gaan voor nog een brandweerman? De raadseltjes in principe zijn hetzelfde, hoor. Statues zoeken en oftewel bij deze cryptische omschrijvingen... investigaten, hè. Investigaten doe je dan natuurlijk dus door... te blijven indrukken, eigenlijk de directional up button. Voilà, en dan kan je op die manier dus, als je naar het juiste element hebt gekeken, zijn raadseltjes oplossen. Dus op zich misschien ook niet zo belangrijk. Misschien moeten we toch maar teruggaan voor een van die brandweerlieden. Want dit is te ver weg verwijderd. En deze raadseltjes, nee, en ik durf echt niet te ver naar boven gaan, want dan ga ik gewoon spoilers tonen. Dus laat ons de combat nog een beetje meer tonen. Het is vooral eigenlijk het gevoel, hè, zoals je hier ziet, van dat zweven, dat duiken. Dat wil ik echt gewoon vooral teweeg... Allee, tonen dat jullie zien van... Hoe dicht de ervaring eigenlijk... Het gevoel van Batman zijn benaderd. Ik denk dat dat vooral de bedoeling is geweest. Van te tonen van, kijk, allee... De ongekende vrijheid die hierin zit, is ongelooflijk.
En dan opnieuw het naadloos terug de Batmobile induiken en dan er terug uitschieten. Nou ja, het is onwaarschijnlijk goed gedaan allemaal. Goed, we zullen nog rap die andere brandweerman gaan redden. Er zijn er zoveel dat we kunnen redden. Zoveel ook om te doen gewoon in het spel. We komen nooit eraan toe om van alles te doen. 400 meter nog. Kan ik misschien intussen onderweg een paar vijanden nog afmaken. Batman is trouwens natuurlijk ook, afgezien van de Joker. Kijk, dit is direct ook combat die we kunnen tonen met de Batmobile. Als hij gewone infanterieeenheden neerhaalt, dan gaat hij ook nooit... Oh, hop, kijk. Hier gebeurt iets, hier gebeurt iets. Hier is iets fout gelopen, ik weet niet goed wat er... Ik heb een fout gemaakt, jongens. Oké, we zijn hier terug aangekomen. Deze keer gaan we eerst de situatie goed analyseren. Er staan een hoop sentry turrets. Vandaar dat ik dus ben neergeschoten. En dan nog vier bad guys, dus gewoon vier handlangers. En dan natuurlijk die brandweerman zelf, die ze gegijzeld houden. Maar het probleem is dat die turrets zichzelf elkaar eigenlijk coveren ver. En je kan die ontmantelen, maar daarvoor moet je dus eigenlijk eerst de juiste vinden. De juiste turret. De eerste turret eigenlijk die... Ja, het kwetsbaarst is, zeg maar, zoals die daar. Ik merk op dat die turret heel kwetsbaar staat. Kijk, hop. Ik wil in de problemen geraken, denk ik, jongens. Oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar bon, dat is niks. We kunnen het nog oplossen. We zijn bezig met de turrets uit te schakelen, dat is al zeer goed. Kijk, en dat moet je dus doen met L2 als die zo probeert aan te vallen. Dan ram je die gewoon zo neer. Hopla, gedaan ermee. Ziezo, alle vier uitgeschakeld. Nu gaan we de rest van die turrets nog in het neerhalen. Just in case. Ja, ik kom af, jongen. Het is goed, het is goed. Geef mij een beetje tijd. Geef mij een beetje tijd. Ja, of niet. Misschien moeten we maar die turrets maar rust laten. Die doen niemand kwaad. Voilà. Daarmee hebben we direct onze tweede brandweerman gered. En nog wat combat getoond. Dus die turrets die zijn wel nieuw, denk ik. Die turrets die zaten er de vorige keer nog niet in. Zeg het eens, jong. Geef mij uw intel. Don't worry. I'm getting them back. Yes. I shouldn't even be here. I was laid off 2 weeks ago. Bunch of people were government cutbacks. Apparently Gotham doesn't need firefighters anymore. Until this happens, then they want us here, saving lives. At least someone in this place is looking out for us. Thanks. Stay here. Graag gedaan. Officer will come and take you back to GCPD. Oké, goed. Voilà, die mensen hebben we ook gered. En daarmee gaan we het nu wel even laten. We willen misschien nog anders snel iets upgraden samen. Om het af te sluiten, terwijl we onze weg banen naar boven eigenlijk. Om toch met een mooi uitzicht ook weer te eindigen. Wacht, ik ga eerst een mooi plekje uitzoeken. Een mooi plekje. Hup. Zelf lanceren is toch altijd het tofst, vind ik zelf. Shit. Ik ga even draaien. We hebben gelukkig een beetje momentum, dus we kunnen hier dan wel landen. Hier is zelfs een Riddler trophy. Die kan unlocked worden. En dat zijn coördinaten die je op de kaart moet volgen. En dan moet je daar de puzzel oplossen om dit slot dus te openen. Dus ergens op de coördinaten 2887 en 2171 vinden we de oplossing voor deze trophy te bemachtigen. Maar we gaan hier eindigen met dit shot. En we gaan nog snel, pijlsnel iets upgraden. Wat gaan we upgraden? Ik weet het niet goed. We zullen eens hier kijken bij de Batmobile. Dat is wel tof. Dat systeem kan je al verbeteren zelf, dus dat gaan we doen. Faster movement throughout the city, dat vind ik ook wel tof. Voilà. Onze punten zijn verdeeld. En dan eindigen we terug met een prachtig zicht. Enfin, een prachtig zicht van de stad die eigenlijk nu
die we uit het juk van de Scarecrow en alle andere villains moeten bevrijden voor een laatste keer. Batman Arkham Knight uit vanaf nu eigenlijk. Is gewoon in de winkel beschikbaar. Als jullie graag meer willen zien, gewoon abonneren op het kanaal. Je kan altijd Twitter, Facebook of Twitch me daar volgen. Daar kom ik ook wel regelmatig op. En dan zie ik jullie heel graag... Hier gaan we weer. Een volgende keer. Terug. Ik zoek nog even mijn Batmobile. Hopla, we zijn er vandoor. Bye bye.